Welkom bij deze tutorial. Ik ben Filip en vandaag laat ik u zien hoe je de filterpomp reinigt. We starten met het uitzetten van de pomp. We gaan naar menu, pijltjes naar beneden, filtratie, valideer. Staat normaal gezien op automatisch. We gaan naar het knopje off, we valideren en de pomp die stopt met draaien. Voordat we de pomp gaan openen, die gaan we uiteraard alle kranen dichtzetten. Main drain, dat is uw bodemput, die zetten we toe. Uw skimmer zetten we ook dicht, uw retour zetten we ook dicht. Alle kranen staan dicht, horizontaal. Stel dat er toch een kraan blijft openstaan, geen nood, want dan krijgen we lucht in de leidingen. Stel dat het voorkomt, dan leggen we het zeker uit in een volgende video. Ziezo, alle kranen staan dicht en we kunnen de voorfilter openen. Kleine tik met de handpalm tegen de hendel. Het is een baronetsluiting, dus dat is heel eenvoudig. Mandje met bladeren of vuil kunnen we aanledigen. Dat doen we nu. Ziezo, netjes gemaakt. We hebben een opening van voor, dat is de aanzuig. We zorgen ervoor dat de aanzuig mooi vooraan aan de aanzuig van de pomp zit. We reinigen nog eens mooi de kant, dat daar niks van obstakels op zitten. We hebben hier de deksel terug. We plaatsen de deksel en spannen dit gewoon handvast aan. Dat is meer dan voldoende. De filter is netjes gemaakt. We kunnen de kranen terug opendraaien. We starten met de return. Draaien we open. De skimmer mag volledig open. Vacuum cleaner, die laten we dicht. Want we hoeven niet te stofzuigen, dat is een stofzuigeraansluiting. En de main drain zetten we halverwege. Waarom de main drain halverwege? Omdat we eigenlijk dan het volle debiet krijgen op de beide skimmers. Voilà, we zijn klaar. We kunnen de filterpomp terug opstarten. Gaan we naar menu, filtratie terug. We gaan naar on. En de filterpomp die zal terug opstarten. De pomp die draait op 1900 toeren. Dat is voor het energieverbruik de beste stand, standje 1. Altijd goed opletten dat hij op stand 1 staat. En vervolgens kunnen we nu ook de filter, de zandfilter, gaan ontluchten. We zien daar een heel klein beetje lucht in bovenaan. Kunnen we weghalen met de ontluchtingsventiel open te draaien. Op die manier. En dan zie je de meeste lucht, met een beetje water uiteraard, eruit komen. Eenmaal dat de lucht tot boven is, kunnen we dat terug dichtdraaien. De filter die draait nu op on, dus die staat aan. Houdt geen rekening met een klok of een automatisch systeem, dus we moeten hem nog op automatisch zetten. Hoe doen we dat? Heel eenvoudig. We gaan terug naar onze menu. Filtratie. Valideer. Hij staat op on te pinken, gaan we verplaatsen naar automatisch en we valideren. Voilà. Bedankt om te kijken. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust en tot de volgende.